Yo mensen, welkom bij deze nieuwe Minecraft video. Vandaag zitten we weer lekker op de server en we gaan weer even een beetje rondlopen. Ik ga vandaag ook naar een heel vet gebied en dit heeft Yeti gemaakt. Ook wel Luca, ook wel Dabba, hij heeft echt meerdere namen. Maar hij heeft echt iets heel vets gemaakt en het moet echt geheim blijven. Dus daarom ga ik wel mijn coördinaten uitzetten als ik erheen ga. Maar voordat we daarheen gaan, gaan we eerst nog even hier kijken. In de vorige aflevering heb ik volgens mij nog wel even mijn farm laten zien, want die is dus nu wel echt helemaal af. Ik ga nog even snel naar beneden om het nog even te laten zien. En het is best wel mooi geworden, vind ik zelf. En ik denk dat jullie het ook wel mooi vinden. Dit is nu echt helemaal klaar. Hier hebben we dus gewoon natuurlijk, ja, dit hadden we al natuurlijk gewoon alles wat hier was geplant en zo. Alle zaadjes en zo. En dan hier in het midden dus houten boomstammen met wat lampjes erop. Om ervoor te zorgen dat het gewoon genoeg licht is en dat ze snel genoeg groeien. Nou, ik heb hier ook aan de zijkanten, heb ik, nou eigenlijk het dak heb ik gewoon van normaal steen gemaakt. En ik heb de zijkanten met houten palen neergezet. En dan gewoon steen dat je hakt en dan weer terugplaatst. Dus ik vind dat het heel mooi is geworden. En ja, het gaat best wel lekker. Ik heb echt heel veel graan. Hier zit het al heel erg vol. Ik heb heel veel graan. Ik heb bieten, wortelen, aardappels. En even kijken, wat heb ik hier nog? Pompoenzaden en meloenzaden. Ja, pompoen gaat niet zo heel snel. Het is wel bezig hier. Maar ze zijn nog niet klaar volgens mij. Dus die laat ik er gewoon lekker in zitten. En dan wacht ik wel lekker. Ik heb dus ook best wel veel suiker. En in de vorige video zei ik toen van dat ik... ja, ik heb dus suikerriet. En in de vorige video zei ik dat ik er wel iets mee wil gaan doen. Omdat als je dus wilt eten, zoals ik nu even ga laten zien. Zie je dat het nu wel werkt? Nee, dat dacht ik al. Kijk, als je wilt eten heb je zo'n animatie. En die animatie die werkt niet echt heel goed in de server. Soms duurt het echt heel lang voordat je eindelijk eens eet. Nu gaat het wel wat makkelijker. Ik ben ook de enige op de server. Maar kijk, soms dan duurt het echt. Dan moet je 5 keer, 6 keer eten voordat je eindelijk iets opeet. En je hebt ook cakes. En als je die cakes neerzet, dan druk je er gewoon één keer op en dan neem je al een hap. Dus dat is echt heel erg chill. Maar daarvoor heb je volgens mij eieren nodig. Suiker natuurlijk. En misschien nog wat meer. Dus ik heb nu sowieso wel wat suiker. Ik heb bijvoorbeeld dit hier geplaatst. Nou, hier van Legendary. En dan heb ik hier die zo naast het water gezet. En dit gaat gewoon lekker groeien. En op zich zijn al best wel veel dingen gegroeid. Zijn al best wel hoog. En geen idee of het nou hier nog een hoger kan worden of wat dit het gewoon is. Maar in ieder geval is het hartstikke mooi. Ik ga het nog even laten groeien. En dan pak ik dit later gewoon. En dan heb ik ook lekker wat suiker. Nou, hier heb ik gewoon lekker de unlimited water. Ik heb hier heel veel bomen geplaatst voor als ik hout nodig heb. Dus dit kan ik ook allemaal nog gaan hakken later. Dat ga ik niet nu doen, dat is een beetje saai. Maar in ieder geval heel veel hout hier. Echt, er staat hier heel veel. Even kijken wat we nog meer hebben. Staat hier nog steeds dat, die blikseminslag is hier nog steeds. Nee, die is weg. Oh, blikseminslag is in één keer weg. Dat is... Of het is weggehaald of het is gewoon vanzelf weggegaan. Maar er zijn nu in ieder geval heel veel bomen. In het stadje zelf hier zo is volgens mij niet super veel meer gebouwd. Sowieso is de server nu een beetje dood. Nou, niet per se dood, maar er wordt minder op gespeeld. Omdat natuurlijk school voor iedereen weer is begonnen. Eerst in de vakanties waren er super veel mensen altijd op. Echt, er waren altijd wel meer dan 3 mensen eigenlijk wel op de server, denk ik. Maar ja, nu is school dus weer begonnen en zijn er wat minder mensen op. En ja, dat is natuurlijk jammer, maar dat is niks aan te doen, hè, school. Verder, ja, dus wordt er gewoon sowieso minder gespeeld. Maar we gaan dus nog even door. We gaan even kijken of wat is gebouwd. Hier zie ik iets dat denk ik niet hoort. Een gat in de muur, dat hoort denk ik niet helemaal. Even kijken wat hebben we hier. Dit huis stond dat ook al, dacht ik. En even kijken, hier staat een paard. En die zit geglitst of zo, die zit vast. Oké, maar daar gaan we niks mee doen. Dan ga ik zo meteen wel even naar het gebied toe. Dus eigenlijk gewoon dat stuk land van Yeti. Het is echt heel mooi. Het is ook heel groot. Hij heeft echt heel veel dingen daar gebouwd. Maar hij wil dus wel echt dat het geheim blijft. Want hij wil niet dat er andere mensen daar komen die bijvoorbeeld dingen gaan stelen. Natuurlijk zijn er nog andere mensen die weten waar het is. Dat zijn gewoon zijn vrienden en zo. En mensen die hij vertrouwt. Maar ja, je hebt ook mensen op de server en die hebben al wel wat gestolen en zo. En dat is gewoon niet leuk. En daarom wil hij dat echt geheim houden. Daarom ga ik ook de coördinaten uitzetten. Even wat eten. Ik heb best wel wat eten nu gepakt. Zo. Want ik had het allemaal eventjes in mijn oven gedaan. Dus ik ga lekker eten. Oh ja, dat heb ik volgens mij ook laten zien daar verderop. Iets van de Ant Dragon, de Ender Dragon of zo. Dat heb ik volgens mij wel laten zien. Ik ga er heel snel heen. Ik dacht wel dat ik het heb laten zien hoor. Maar voor hetzelfde heb ik dat niet gedaan. Of voor hetzelfde hebben mensen die video niet gezien. Dan zie je het hier opnieuw. Nou, hier zie je dat ei dus. En ja, nu kan ik wel lopen. Eerst kon ik hier niet lopen. Nee, oké, dat is een beetje raar. Je kan er wel recht op af. Oh, waarschijnlijk kan je hier gewoon niet in de buurt komen. Zit er iets omheen. Maar hier heb je dus een ender. Hier heb je gewoon het egg. En dan heb je hier die 2 hoofden. Dus het ziet er echt heel vet uit. Het is heel mooi gemaakt ook natuurlijk. Van, ja, er stonden daar namen. Maar die had ik voor mij vorige keer ook al genoemd. Ja, volgens mij zijn niet echt heel veel meer gebouwd. We hebben natuurlijk nog steeds deze grot. Maar die is volgens mij ook verlaten. Ik ga heel even snel naar het huis van Danny. Want hij heeft daar een hele grote kaart. En die kaart is best wel handig. Want dan kan ik even zien of er eigenlijk wel wat nieuws op is gebouwd. Op zich zit ik niet super veel op de wereld. Ik zit er gewoon... Ja, misschien 1 keer per dag, soms 2 keer per dag, soms eigenlijk gewoon een hele dag niet.
Maar andere mensen zitten er wel veel, maar nu dus even niet. Maar ik ga even naar de kaart toe kijken of er wat gebouwd is. Even kijken hoor, is er nog wat nieuws gebouwd? We gaan het zien. Even kijken, daar hebben we de spawnplek daar linksonder en dat is niks. Hebben we dit allemaal al gehad? Mijn huisje hebben we hier, allemaal bomen. Nee, er is volgens mij niks nieuws gebouwd. Hier rechts zien we natuurlijk ook dat village dorp, maar die is ook helemaal verlaten. Want die heb ik toen een keer leeg geplunderd. Daar hebben we eigenlijk alles al gehad. Weet je wat ik dan nu even ga doen? Ik ga nu even naar het gebied toe van Yeti. Ik ga er gewoon even heen. Het is echt heel ver weg. En als we daar dan aangekomen zijn, dan zie ik jullie dan weer. Oké, ik ben er dan aangekomen en het was echt super ver. Want ja, het is gewoon echt een heel stuk rennen. Ik kon de coördinaten dus niet uitzetten, maar ik kon ze wel verwisselen. Dus ja, de i en de x en dat soort dingen zijn allemaal omgewisseld. Ik heb geen idee wat het nu is. Wat nu die min 1381 is. Of het nou x, y of wat dan ook is. En sowieso is het super moeilijk om te zoeken. En jullie mogen het überhaupt ook niet eens zoeken. Dus probeer het ook gewoon niet te zoeken. Wees gewoon, heb gewoon een beetje respect voor Yeti dat hij dit privé wilt houden. En sowieso als je hier komt, dan word je gewoon geband voor altijd. Dus ja, ga er gewoon niet heen. Hij wil het niet voor niets privé houden. Maar we mogen wel van de ontleiding geven van hem. Dus dat gaan we dan wel even doen. Dan zit hij weer in een soort van hutje of zo. Dus het ziet er wel mooi uit hier. Mooi hutje zo. Mooi gedaan met die soort deurtjes zo aan de zijkant en bij de ramen. Dan hebben we hier iets bij het strand. Hier hebben we sowieso wat lichtbekjes en zo. Dus wel gewoon leuk gemaakt worden. Sier, denk ik. Hier een soort van klein fonteintje met een zwembad. Even kijken, wat hebben we hier nog? Hier hebben we zelfs een paar schildpadden, zie ik. Even kijken of hier achter nog wat zit. En anders gaan we daar even kijken. Nee, hier zit niks, alleen een heel groot huis dus. Maar hier aan deze kant niks. Dan hebben we daar natuurlijk dus nog een soort van huisje. Daar ga ik nu even heen. Ga even lekker via het water lekker zwemmen. Oké, daar zijn we er. En dan hebben we hier nog wat suikerriet en zo. Maar dan hebben we hier dus een soort van strandhuis of zo'n strandtent. Kan je lekker wat halen, denk ik. Ja, het is gewoon leuk gemaakt van hem natuurlijk. En het is gewoon een leuke toevoeging of zo. Maar dan hebben we dit dus. En dan hebben we hier achter hebben we heel veel dingen. We hebben namelijk hier een hele manege of zo met allemaal schapen. Eigenlijk een soort van boerderij gewoon met allemaal schapen. Hier hebben we trouwens ook nog zo'n soort hutje. Gaan we ook even snel naar binnen kijken wat hier is. Ik denk dat het gewoon precies hetzelfde is als die andere. Ja, dit is gewoon precies hetzelfde. Het zijn gewoon leuke dingetjes. Ja, dan hebben we hier dus heel veel. Hij heeft hier echt heel veel tijd aan besteed. Je ziet ook hoeveel er is gebouwd. En dit bouw je niet zomaar even binnen een uurtje. Hier doe je echt super lang over. We gaan trouwens weer even snel wat eten. Want we hebben voedsel nodig. Ja, nu gaat het op zich best wel makkelijk dat eten. Dat komt ook waarschijnlijk omdat ik als enige op de wereld ben. Normaal gesproken ben of ik het op de wereld of Yeti. En dan zijn er wel andere mensen. Maar er is eigenlijk bijna altijd wel gewoon iemand die gewoon oplet. En iemand die, ja, hoe noem je dat? Die kan editen of zo, weet ik veel. Gewoon een beetje de baas van de server. Er is eigenlijk wel altijd zo iemand op de server. Maar hier heeft hij dit heel mooi gedaan. Hij heeft allemaal schapen. Die zijn ook allemaal weer. Hij heeft allemaal mensen schade. Hij heeft al het wol gepakt. Maar hij heeft het heel slim gedaan dat hij ze daar beneden in de grond heeft gezet. Want dan kunnen ze er niet uitspringen. Want je hebt soms zo'n glitch dat schapen toch over hekjes kunnen. Maar dat kan nu dus niet omdat ze zo diep in de grond zitten. Hij heeft echt alle kleuren gedaan. Hij heeft geel, groen, rood, paars hier zelfs. Even kijken wat hij hier heeft. Blauw heeft hij natuurlijk ook nog. Ja, hier blauw en turquoise. Hier nog donkerblauw. Wat hebben we hier? Roze, nog meer paars. Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Hebben we hier beneden iets? Ik denk een mijn of zo. Even kijken. Oh, mijn iPad is bijna leeg weer. Ja, hier heeft hij gewoon iets moois. Even kijken. Kluis. Oh, dit is een kluis met al zijn spullen. Daar ga ik ook niet in dan. Daar mag ik denk ik ook niet in. Even kijken. Dan heeft hij hier dus nog iets heel moois. En hier heeft hij ook een hele grote opslagplaats. Dit ziet er ook wel vet uit, zo met het water daarboven en die vissen. Maar er is ook gewoon een opslagplaats met allemaal spullen die hij heeft. Even kijken wat hier achter zit. Oh, hier achter zit. Oh, dit is echt lijp gemaakt, jongens. Ja, dit kunnen alleen de echte pro's gewoon in Minecraft doen. Dat kan hij niet eens maken. Al die dingen met redstone en zo. Dus dat heeft hij echt heel mooi gedaan. Hier heeft hij allemaal dingen voor zijn armor. Zo heeft hij er maar eentje opgezet. Even kijken, wat hebben we hier dan? Dit is een soort van lift. Uitgang, ingang. Uitgang. Oké, we worden bijna gid daar. We moeten dus snel naar boven. Wat is hier? Dropje zizzel. Even kijken. Geen idee. Nou, dit ziet er op zich wel gewoon mooi uit. Waarschijnlijk is het even iets om daar iets neer te zetten of zo. Van Yeti. Ik heb geen idee wat dat inhoudt. Maar in ieder geval ziet er echt heel mooi uit dit huis. Dus je hebt dan dit huis hier. Oh, daar heb je trouwens nog een villager. Die had ik laatst ook nog geplunderd. Maar ja, dat is nu niet echt heel veel meer. Dus ik ga er ook niet per se heen. Maar hier heb je dus een soort van een groot huis met allemaal kisten. Hier, daar beneden heeft hij ook iets van een opslagplek of zo. Heeft hij, ja, daar heeft hij kluis trouwens. Dan heeft hij hier echt allemaal schapen met alle verschillende kleuren wol. Hier heeft hij trouwens nog een mijn. Dan gaan we ook even snel naar beneden. Deze mijn ziet er ook wel mooi uit. Een beetje een soort van, hetzelfde soort mijnen zoals ik heb.
Ja, het gaat dan heel diep in de grond en dan gaan we niet helemaal naar beneden, want het is gewoon een mijn. Maar dat heeft een beetje ook de buitenkant, net zoals ik met het hout en dat steen gedaan. Dus op zich wel leuk. Maar hier dus al die schapen, dan hebben we hier dus wat dingetjes. Gewoon twee huisjes hebben daar een soort van e-tent bij het strand. En dan heb je hier dan nog een huisje waar je gewoon doorheen kan lopen als je hierheen wilt komen. Maar ja, mensen, ga gewoon niet naar hierheen. Ik wou de coördinaten eigenlijk uitzetten, maar het kon dus jammer genoeg niet. En ik hoop natuurlijk ook niet dat hij dat erg vindt. Maar ga er gewoon niet heen. Heb gewoon respect dat hij dit voor zichzelf wil houden. Wat staat hier trouwens? Zandkasteel van Yeti. Oh, dit is wel een leuk, mooi zandkasteel. Maar ja, ga er gewoon niet heen. En als je er wel heen gaat en we betrappen je, die kans is best wel groot. Want je bent eigenlijk bijna nooit als enige op deze wereld. Ja, dan krijg je gewoon een permanent ban. En dan kan je nooit meer op de server. Maar ja, er wordt nu eigenlijk de laatste tijd niet super veel meer gebouwd. Ik ga weer even kijken wanneer ik een nieuwe video ga uploaden. Sowieso ga ik zelf natuurlijk nog wel verder. Ik ben dus van plan om even wat kippen en zo te gaan verzamelen. Om eieren te kunnen verzamelen, zodat ik even wat taarten kan gaan maken. En ja, mijn graan, mijn bieten, aardappelen, wortels, suiker. Dat gaat gewoon allemaal vanzelf. Er moet er natuurlijk wel minimaal één iemand op de server zitten. Maar dat zit het meestal wel. En dan wil ik later nog eventjes wat gaan doen voor een schaap, voor mijn schaap en zo. Die moet ik ook nog even gaan zoeken. Maar ja, op zich, ja, de server is sowieso echt al heel vet. We hebben de server nu inmiddels, denk ik, 2, 3 weken. En er is echt al zoveel opgebouwd. Vooral die eerste paar weken gingen echt super goed. Alleen dan nu de laatste paar dagen wat minder. Door school natuurlijk. Maar er zitten nog steeds veel mensen op, bijvoorbeeld ook in het weekend en zo. Maar ik hoop dat jullie deze server ook gewoon weer vet vinden. En dat jullie dit gebied natuurlijk ook mooi vinden van Yeti. Dit heeft die echt mooi gemaakt. Er zit dus ook super veel tijd in met ook al, dat, al die graan dingen als dak en zo. Gewoon zo'n rieten dak. Dat ziet er wel mooi uit. Maar ik hoop dus dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zet ook het belletje aan. Zodat jullie een melding krijgen wanneer ik een nieuwe video upload of wanneer ik live ga. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.